Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Zoals jullie hebben gezien op Nienke de verhaal van Saressa, heeft Nienke de video niet afgekregen. Wat helemaal niet uitmaakt, want het is hartstikke druk deze tijd van het jaar. En daarom maak ik vandaag een video voor jullie. En Eline is er ook. Hoi. En wij... Oh my god. En het is heel koud vandaag en de bak is helemaal bevroren, dus... We zijn van plan even een stukje te gaan wandelen. Want meer kunnen we niet helaas. We gaan een beetje door het bos wandelen met Max. En wat zijn samen, Maxi? Lieve Maxi, lekker aan het eten. En zoals jullie weten komen wij dus 8 tot en met 11 maart op Indoor Brabant. En het is mede mogelijk gemaakt door Go Social Talents. En dat is heel leuk, want ik kom allemaal meet and greet en coole dingen en stands en allemaal coole dingen. Dus jullie moeten zeker komen. Oké, we gaan even de paardjes klaarmaken, even een dekentje op en dan gaan we wandelen. Het klinkt zo saai, hè? Wandelen. Hartstikke leuk. Het klinkt echt saai. Nou, de paardjes zijn er helemaal klaar voor. Hallo. Ik zal alleen maar eten. Ik kan het zo alleen maar eten. Het slaat behalve mijn schoen af. En jou hoor, kijk maar aan, kom maar een dikke zonde. Het is een dikke zonde. Yeah. Dikke zonde. Dit is een meisje. Nee! Heel. Ja. Let's go. Wat zo voor de kamie, hè? Max! Hey Maxi! Oh, oké, jongens. Ga je nou tussen de kont zitten likken, Downy? Ik wou net zingen. Eén mysterie, duizend vragen, dit is het huis. Echt een huismoeder. Oh, kijk dan een paard. Oké, het obstakel van de dag. Mooi. Oké, ik ga mezelf even. Oké, Max, daar gaan we. Het obstakel van de dag. Was dat voor je hoofd? Wow. A few moments later. Nou jongens, zoals jullie hebben kunnen zien, durfde Max niet door de beek. Ik ben helemaal buiten adem. En ik dacht, nou ga even oefenen vandaag. Maar op een gegeven moment vond hij het echt niet meer grappig, dus draaide hij om en rende hij weg. Dus ik dacht eraan. Helemaal buiten adem. Oh, motorbikes. Helemaal buiten adem. Maar het rare was dat hij gewoon weer omdraaide en naar mij toe kwam rennen. Ja. Wat een raar paard. Dus we zijn nu even lekker gras aan het eten en even aan het uitrusten. Want ik ben heel dood van dat ene sprintje die ik net heb getrokken. Oh, Max. Dus, maar ja, hij heeft zijn beweging vandaag alweer gehad. En Contessa is ook een beetje druk geworden ervan. Maar Max rende ineens weg. Ja. Wat een avontuur weer met Eline en Maatje. Welkom bij de avonturenvlogs met Eline en Maatje. De vorige keer werden we aangevallen door een hond. Ja, ook heel leuk. Ja, we overleven het net altijd. Net, zeg maar. Ja, zo net kilo kilo. Ja, net kilo kilo. Het is altijd bijna doodervaring met mij en Eline. Maar het is net niet dood, zeg maar.
Oh, Max! Max was het niet grappig. Nee, Max, het ging goed. We waren vet dichtbij. En toen draaide hij zich om. En toen probeerde ik hem nog aan zijn deken vast te trekken, zeg maar. Want zijn touw was al weg. Maar hij stopte niet meer. Ik had verwacht dat hij meeging als Contessa in dat beekje stond. Maar ja, maar dat doet hij gewoon niet. Terwijl hij echt keierg aan paarden plakt. Maar op dat moment niet. Nee. Dan vind ik het gewoon te eng. Ik ben weer thuis van stal en het was dus echt een enorm avontuur weer. Dus als jullie dit een leuke video vonden, doe dan even een blauw duimpje omhoog. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!